opiniemaker, Midden-Oosten deskundige. En wat kan hij eigenlijk niet? Ik ga het niet lang houden. Geef een applaus voor Munir Samuel. Oké, ik dacht we krijgen nog een muziekje en zo voordat we beginnen, maar goed. Wil je alsjeblieft even naar je linker, rechter, buurman, buurmens, buurvrouw kijken en zeggen, ik ben zo blij om naast je te zitten. Dan mag je nu voor je tweede keus gaan en zeggen, ik ben nog blijer om naast jou te zitten. Ja. Welkom Rotterdam, goedenavond. We zijn vandaag in een kerk en ik ben een diepgelovig persoon buiten alle kerkelijke kaders. Toch wil ik vanavond een beetje die kerkspirit hier binnenbrengen. Niet die van het Calvinistische Nederland, ook niet van het Arminius. Als mijn oma wist dat ik in een kerk sta die Arminius heet, dan kreeg ze rolberoerte. Als je Calvinist bent, snap je waarom. Maar graag veel reactie, applaus. En we gaan even oefenen. Als ik yes zeg, zeggen jullie amen. Yes! Halleluja. Oké. Praise be to Jesus, zegt ze dan in Ghana. Het begin. Een half jaar geleden mocht ik spreken over mijn roman op een publieke school in Amsterdam, Nieuw-West. Een publieke school, maar feitelijk een islamitische school, want 90% van de leerlingen is moslim. En ik mocht daar meteen alle taboes bespreken die je maar kan bedenken. Ze dachten, oké, we willen het hebben over discriminatie, antisemitisme, christianofobie, queer, gay, gender. Weet je wat, we vragen gewoon Munir en die kan het allemaal wel tackelen. Het was Ramadan, ik zat in een klas waar iedereen vastte op 2 leerlingen na. En ik kan je vertellen, iedereen vond het spannend. Ik zelf ook. Heb de beste 2,5 uur van mijn leven gehad, dat wel. En na de les kwam een jongen op me af en hij zei, meneer, ik herkende me zo in uw verhaal. Dus ik dacht, oké, nu komt het. Hij is misschien homoseksueel. Hij is misschien ook bezig met zijn gender. En hij zei, ik ben namelijk verliefd op een meisje in de klas, maar ik ben de enige niet-moslim. En zij heeft mij moeten verlaten. Ik ben getrouwd geweest met een man. Vraag me niet hoe dat nou precies zat en gebeurd is. Als zijnde een biologisch vrouw. En heb daarna vele relaties gehad. Maar ik ben 2 keer echt verliefd geweest. Allebei de keren op een islamitische vrouw. De eerste was een Egyptisch-Nederlandse wilde vogel. Echt wilde bras. Ik kon het zo gek niet bedenken, deed alles wat Allah verboden heeft, van varkensvlees eten tot bier drinken, maar was thuis de brave moslima. En het zij met mij was de pijnlijkste spiegel voor haar leven dat maar zijn kon. Haar ouders ontdekten vrij snel wie ik was. Dat is helaas niet zo moeilijk in Amsterdam, binnen de Egyptische gemeenschap. Het gerucht ging namelijk al lange tijd dat ik in Egypte lesbisch zou zijn geworden. En dat ik nu ieder moslima van Nederland lesbisch probeer te maken. Jullie begrijpen het, ik heb het heel druk. Hoe dat met mijn transitie samenvalt, ben ik zelf ook nog niet over uit. Maar ik blijf natuurlijk met verven doorgaan. En zij brak voor mijn neus letterlijk af. Met de dag zag ik haar meer vastkomen te zitten in een verwoede poging God, gemeenschap en haar gemoedsrust en ons samen zijn te bewaren. Ik zag haar schoolproblemen, ik zag de burn-out, ik zag de concentratieproblemen, de pijn, de gevechten thuis die ontstonden, het geschreeuw, het weglopen van huis en terugkeren en dat constante moeten kiezen en niet weten hoe te kiezen en uiteindelijk eigenlijk vast te zitten en vast te blijven zitten. Nog steeds thuiswonend. Nog steeds geen vrijheid. Nog steeds dat leven buiten de deur, binnen de deur. En het idee dat zij ooit uit de kast zou kunnen komen. Dat ze zou kunnen zeggen, mama, ik val op vrouwen. Was en is voor haar nog steeds ondenkbaar. Nou, dan ga je in transitie. En dan word je een hetero man. Denk je, probleem opgelost. Misschien niet met haar zozeer als wel zijnde met
een andere vrouw. Maar niets bleek minder waar. Want er is een probleem, misschien nog wel bijna groter dan het zijn van homoseksueel. En dat is voor een islamitische vrouw om met een christen te zijn. We moeten af van het idee in Nederland dat we in een vrije samenleving leven waar de werkelijkheid is dat steeds minder mensen weten van onze generatie hoe zij mogen liefhebben. En terwijl al het beleid zich richt op genderdiversiteit en genderneutraliteit, vinden we een vreselijke term trouwens, moet je vooral niet over beginnen, want waar is de grens en houdt ooit op? En terwijl we het hebben over homoseksualiteit en de regenboogvlag, trots uithangen. Diezelfde pride waar ik met mijn vriendin ook kwam. Die vriendin die in de kast zit. Mijn huidige lief. Die, waarvan haar ouders niet van mijn bestaan weten. Dus laat je ook niet misleiden door de aantallen. Want we kennen de verborgen verhalen niet. We kennen al die onzichtbare kasten niet. We kennen de stille muren niet. En de pijn niet. En de relaties iedere dag weer. Die gebroken harten van dat jongetje van 16 in Slotermeer. Tot mijn eigen hart zo vaak gebroken. Omdat ik niet mocht zijn. Omdat de liefde implodeerde onder de druk van de gemeenschap, onder de druk van de religie, onder de druk van het verwrongen zelfbeeld. De liefde die we onszelf niet gunnen. En dit gaat over lijnen van religie, racisme, discriminatie. De Hollandse meid die mij vertelt dat sinds zij met haar donkere afroïde Nederlandse vriend is, al haar vriendinnen alleen maar grappen maken over de omvang van zijn geslachtsdeel, omdat dat natuurlijk de enige reden zou zijn voor hun samen zijn. Of de vrouw getrouwd met een Surinaams Creoolse man die letterlijk van haar collega's krijgt: wat doet die pooier hier? Haar man of 5 jaar en vader van haar 2 kinderen. Het Nederlandse gezin dat absoluut niet wil dat Anne met Ahmed thuiskomt. De scheidslijnen zijn vaak zo dun en complex. En als je op een gemiddelde middelbare school komt in Nederland, en zeker in de grote stad, hier in Rotterdam, waar de tweede naam van de jongetjes die geboren wordt Mohammed is en de eerste Jaden. Hallo. En de nummer 3 is trouwens ook Mohammed, maar dan anders gespeld. Je hebt Turkse spelling, Marokkaanse spelling. Dat in dit Nederland waar wij in leven en de generatie waar wij toe behoren, vrijheid om lief te hebben absoluut niet vanzelfsprekend is. En we kunnen het wel hebben over homoseksualiteit en lesbisch zijn en biseksueel en queer en het hele acronieme alfabet. Maar feit is, in Nederland bestaat er zoiets als verboden liefde. We hebben vele vormen van verboden liefde. En verboden liefde neemt vele gezichten. Het is het Turks-Nederlandse meisje dat absoluut niet met een afroïde man thuis kan komen. En het is het Turks-Nederlandse meisje die een andere Turks-Nederlandse vriendin heeft, die thuis woont. En ze doen maar alsof ze zussen en vriendinnen zijn, want anders kunnen ze elkaar niet zien. En het is de Marokkaans-Nederlandse vrouw die niet weet hoe zij aan haar ouders moet vertellen dat ze met een christen is. En het zijn al die andere scharkeringen. En dit is Nederland. En dan is er dat andere Nederland, dat Nederland van Anne en Fleur en Merel. Moeten ze niet van de Bijbelbelt komen. Maar laten we zeggen, hier in Rotterdam, de grote stad, hipsterhemden, knotjes, mensenband en zo. Misschien komt de dag dat ik er ook in groeien mag. En ook zij, kinderen van gescheiden ouders, weten niet hoe lief te hebben. Want terwijl de ene gemeenschap en de andere gemeenschap worstelt met het mogen houden van wie je houdt, durft deze gemeenschap überhaupt niet meer te houden van. Verboden liefde, in hoeverre staan wij onszelf de liefde toe? Ik heb gemerkt dat de strijd om God, gemeenschap en gemoedsrust vaak gaat om identiteit. Het verlies van familie gaat niet alleen om het pijndoen van de ouders. Het gaat ook om het verlies van de gemeenschap, het verlies van de cultuur. De strijd tussen wat Nederlands zou zijn en wat Marokkaans in je is. De strijd tussen wat jou islamitisch maakt en de strijd tussen wat de Nederlands seculiere waarden zijn. En dit is een identiteitsstrijd die door de media en de politiek heel eendimensionaal wordt gevoerd. Maar er is ook een andere identiteitsstrijd. De witte homoseksuele man draagt de regenboogvlag als zijnde religie. Maar de paarse driehoek en de eenhoorn was nooit bedoeld als religie, zoals gemeenschap, geen kooi zou moeten zijn. Verboden liefde. Jezus zegt in de Bijbel: heb uw naaste lief zoals uzelf. En in het algemeen wordt het uitgelegd als een oproep tot verdraagzaamheid en tolerantie. En het is zeker zo dat we
meer liefde voor ons naasten nodig hebben. Ik denk dat we allen doorhebben dat in deze gepolariseerde samenleving, in deze tijd, we heel veel liefde voor de naasten missen. Dat we alleen maar naar anderen kijken zonder in de ander een uitvergroting van onszelf te zien. Maar Jezus verwoordt altijd de dingen zo dat er een laag onder zit. En de laag onder is, houden wij echt van onszelf? Hoe kan je naar een ander luisteren als je je eigen stem niet kent? Hoe kan je de ander liefde geven als je jezelf niet lief hebt? In al dat krampachtig vasthouden aan identiteiten zie ik twee onderliggende schreeuwen, noodkreten. 1, ik ben niet goed genoeg. En 2, ik ben het niet waard. Ik ben het niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg naar mijn gemeenschap. Ik ben niet goed genoeg om jouw partner te zijn. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet waard. Als jij wist wie ik echt was, dan zou je me verlaten. Dus maken we mooie selfies, misvormde, vervormde portretten van ons gezicht met een filter eroverheen, want spiegels vinden we te eng. De liefde is te eng. Echte liefde gaat tot onder de huid, gaat tot dwars in de ziel. Dat is veel te gevaarlijk. Dat is explosief. Daarom moet het verwrongen en in hokjes geduwd en in kasten gestopt en in labels belabeld worden. Want stel je voor dat de liefde zo vrij zou zijn als ze eigenlijk is. Heb je je naaste lief als jezelf? Hou je van jezelf? Sta je jezelf de liefde toe? Ik heb mezelf die vraag honderden keren moeten stellen. Ik ontdekte al heel jong dat ik op vrouwen viel. Ik ontdekte nog veel eerder dat ik geen vrouw ben. Beide mochten niet zijn in het Egyptisch-christelijk-protestantse milieu waarin ik opgroeide. Het was nogal een gekke combinatie. En terwijl ik naar artsen ging en zei, ik heb een gender issue, van transgender had nog nooit iemand gehoord, keken ze me aan en zeiden ze, hoe gaat het met je eczeem? Nooit antwoord. Mijn geaardheid werd iets meer erkend en werd er met allerlei therapieën wanhopig uitgehaald. Ik weet nog de dag van vandaag niet wat het nou gelukt is. Ik bedoel, ik ben wel een man met een vrouw, maar ik denk niet dat ze het zo bedoeld hadden. Jarenlang therapie, elke week verplicht met jongens daten, rampzalig. Werd wel vergoed door de zorgverzekering, ook nog zoiets. En de therapieën die ik nu nodig heb om ervan af te komen, niet trouwens, maar dat even terzijde. Ik moest mezelf iedere keer afvragen, mag ik zijn wie ik ben? Ben ik goed genoeg? Ben ik het waard? Als ik mijn ouders mocht geloven, was ik het niet waard. Als ik de pestkop op school mocht geloven, was ik nooit goed genoeg. Als ik naar de samenleving zou luisteren, zou ik nooit in transitie zijn gegaan. De pestkoppen van 10, 11, 12 zijn nu volwassen geworden en zitten nog steeds te pesten daar op Twitter, dat rioolputje van de afvoer van de samenleving. Maar er kwam een moment, en ik zal het nooit vergeten, dat mijn moeder tegen mij zei, eindelijk was ik zover om te scheiden van mijn man, om te zeggen, ik kan niet anders dan houden van wie ik hou, ik ben met een vrouw. En mijn moeder zei tegen mij, hoe durf jij jezelf nog christen te noemen? Hoe durf jij nog over geloof te spreken, terwijl je deze levensstijl hebt? En het was dat moment dat ik realiseerde, jarenlang had ik tussen God en mij zo'n muur ervaren, zo'n muur gevoeld, omdat het niet samen zou gaan. Omdat wat ik voel in mijn hart en het godsbeeld dat mij meegegeven was, niet samen zouden gaan. En ik keek mijn moeder aan en ik zei, ik weiger nog langer mijn hart dat klopt bij dank aan God en mijn hart dat klopt met de liefde voor een vrouw nog te vangen en af te sluiten en in hokjes te stoppen. God is in mij en ik ben in God en er kan geen muur meer tussen worden gemaakt. Ik zal spreken over God tot mijn dood. En mijn moeder zei, maar hoe kan je dat dan samenbrengen? En ik keek eraan en dit is wat ik zei. Met mijn God spring ik over een muur. Groter is Hij die in mij is dan datgene wat op de wereld is.
Hij heeft mijn haren geteld. Al voor ik gevormd werd in de moeders schoot, kende hij mij. Hij heeft mij geroepen bij mijn naam. Ik ben van hem. Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Engelen niet, machten niet, krachten niet. Hemelse legers niet, nog wat op aarde is. God is liefde. Wat is liefde? Liefde is geduldig. Liefde is trouw. Altijd hoopt zij, altijd gelooft zij. Ik ben een parel in Gods hand. Ik ben wonderlijk geschapen naar zijn beeld. God is voor mij. Wie voor mij, als God voor mij is, wie zal tegen mij kunnen zijn? En zo herhaalde ik bijbeltekst na bijbeltekst na bijbeltekst, tot mijn moeder niks meer zeggen kon. En het was op dat moment dat ik al die teksten herhaalde en de waarheid in mijn ziel resoneerde, dat ik besefte, ik hou van mijzelf, omdat de maker van het al van mij houdt. Er is één God en hij is de God van liefde. Niet de liefde in een acronieme alfabet. Niet de liefde die alleen maar mag bestaan bij gratie van politieke propaganda of religieuze doctrine. Nee, de liefde zelf. Vrij. Onvangbaar, ontembaar. Doodeng ook. Ik was afgelopen dagen in Marokko. Ik heb een jaar gang naar Marokko om te bidden en te mediteren. En het mogen duidelijk zijn dat ik een christen ben, maar ik ga dan altijd naar moskeeplein bij de Koutoubia zitten in Marrakesh en ik luister naar de gebedsoproep. En de sierlijke klanken, het Allahu Akbar, God is groter. God is groter dan mijn omstandigheden. God is groter dan de dogma's. God is groter dan de pijn. God is groter dan de liefdesangst. God is groter dan de veroordeling door familie. God is groter dan de ideeën van de samenleving. God is groter dan discriminatie. God is groter dan racisme. God is groter dan kleur en kleurdenken. God is groter dan islamofobie. God is groter dan christianofobie. God is groter dan transfobie. God is groter dan ons eigen onvermogen in onszelf, zijn schepping te zien. God is groter. Dit was zo'n moment dat jullie best wel amen en halleluja mochten roepen. Ik snap dat. Mijn moeder rouwt om het verlies van haar dochter. Ik snap dat mijn lief worstelt met het mogelijke verlies van haar moeder. Ik snap dat liefde zo vaak zo pijnlijk dichtbij komt, te dichtbij, dat we rennen niet zozeer voor de ander als voor onszelf. Maar liever breek ik mijn hart 1000 maal dan dat ik het nooit heb mogen voelen kloppen. Dank jullie wel.